In deze oefening is het verband tussen variabelen x en lni gegeven en wordt er gevraagd naar welk van de grafieken het verband weergeeft tussen x en y. Er zijn eigenlijk verschillende manieren om deze oefening aan te pakken. Het enige wat we hier zeker van zijn, is dat we een grafische representatie hebben en op een grafische representatie moeten uitkomen. Dus we kunnen een redenering maken die mooi in die grafische representatie blijft, maar niet zegt dat dat per se moet. Dus één mogelijke oplossingsmethode is eigenlijk te gaan zoeken naar een symbolische representatie. Dat betekent dat je hier gaat kijken naar wat is de vergelijking van dit stuk rechten en dat je hier de vergelijking van gaat zoeken. Dus dat is dan ln y is ax voor dat linkerstuk, wat eigenlijk betekent dat y e tot de macht ax is. En datzelfde kan je doen voor dat rechterstuk. Dit moet je dan opnieuw omzetten naar een grafische representatie om tot een oplossing te komen. Een tweede manier is een combinatie van symbolische en grafische representatie. Dus dan hou je eigenlijk dat eerste stuk zoals het hier is. Maar voor het tweede stuk zeg je, kijk, aangezien dat voor punten op dezelfde afstand van hier punt met x gelijk aan 1, dat die functiewaarde l en y hetzelfde is, moet ook y hetzelfde zijn. Dus in plaats van de vergelijking van het tweede stuk op rechten te gaan opstellen, kan je ook zeggen van, kijk, die grafiek die moet gewoon gespiegeld zijn ten opzichte van deze as. Een derde oplossingsstrategie bestaat erin dat je eigenlijk helemaal grafisch gaat werken. En dan wil ik hier gaan kijken van, kijk, wat is het verband tussen ln y en y? Als we hier y tekenen, en dit is ln y, dan zien we dat als we even ver, als we hier de afstand tussen de verschillende waarden van y hetzelfde nemen, dat de afstanden voor de waarden van l en y niet hetzelfde is. Eigenlijk gaan die waarden steeds dichter bij elkaar gaan liggen. Dat wil zeggen, als we hier van l en y naar y gaan moeten overgaan, dat we die waarden, hoe groter l en y, hoe meer afstand dat we daartussen moeten gaan creëren. Dus als het ware moeten we die as gaan uittrekken en meer gaan uittrekken voor hoge waarden van l en y dan lage waarden van l en y. Dus dat is eigenlijk dit pakken en daar zo aan trekken. Dat is een derde manier, dat is een helemaal grafische manier. Als je dat wil visualiseren, kan dat ook als volgt. Dus dan neem je eigenlijk, ik heb hier een blad papier genomen met een afstand. Hier tussen die volle lijnen is dat een afstand die altijd hetzelfde is. Nu heb ik daar, kan je daar foutjes in maken, zodat de afstand tussen twee opeenvolgende lijnen telkens kleiner wordt, zoals dat hier kleiner wordt. Dus dan, wat heb je dan uiteindelijk? Dan heb je, als de gevouwen blad geeft je L en Y. Als je het dan opentrekt, krijg je Y. Als je dit dan zou tekenen, als je dus helemaal opvouwt en je functie erop tekent, ik heb dat voor jullie al gedaan. Dus als je dit helemaal opvouwt met, en de spacering wordt kleiner en kleiner, zoals je hier eigenlijk hebt, en je tekent je functie erop, dan kun je eigenlijk overgaan naar de nieuwe vorm door dat terug open te trekken en nu een spacering te hebben zoals je hier hebt op de y. En dan heb je eigenlijk een volledige grafische manier om die oefening op te lossen. Dus er zijn eigenlijk minstens al drie wegen om die oefening op te lossen. Volledig symbolisch, waarbij je eigenlijk het volledige functievoorschrift opstelt. En dan de e-macht gaat nemen en dan gaan tekenen. Een deel symbolisch-grafisch gecombineerd, waarbij je dus enkel de linkerkant het symbolische opschrijft. Of de helemaal grafische methode, waarbij je door hebt dat je die as eigenlijk moet gaan uittrekken in die verticale richting.